Ja, Jelle, hoe was de vakantie? Nou, de eerste week heel moeilijk. Ik ben eigenlijk meteen op vakantie gegaan, op dinsdag, na de zondag. Dus de eerste week heel moeilijk. Kribbig en niet weten hoe je even zo'n vakantie moet doorbrengen. En daarna een prima vakantie gehad. Ja, toen kun je het chagrijn een beetje van je afzetten. Ja, nou ja, dat zal het hele jaar zal dat wel moeilijk worden, omdat je natuurlijk gedegradeerd bent en dat doet pijn. Maar ja, je moet weer opnieuw. En voor mijzelf en voor de club is het natuurlijk ook weer een jaar om jezelf weer in een goed daglicht te zetten. En dat is wel belangrijk. Ik zei dat tegen de trainer, de zon schijnt. Als dat dan voorteken is voor de rest van het seizoen, ja, dan zou dat positief zijn, denk ik. Het is heel makkelijk. Hè? Je hoeft nu niet te zeggen dat je niet hoeft te degraderen. Je moet gewoon zorgen dat je gaat promoveren. En dat is natuurlijk een andere insteek. Als we met z'n allen die insteek hebben, dan hoop ik dat de zon lang gaat schijnen voor ons. Op omzet is het, denk ik. Lukt dat? Ja, zeker. Ik heb nu na een korte vakantie toch wel toch enorm zin om mezelf te revanceren voor een slecht seizoen. Ik denk dat het ook wel leeft bij heel veel andere jongens. En dat we als club zo snel mogelijk weer terug moeten. Jij blijft komend seizoen? Ja. Daar ben je ook kort over? Ja, nou ja, ik heb een contract en er is veel over gezegd en over geschreven vanuit de media. Maar ik heb een contract en ik speel graag bij NAC. Ik ben op het bod gemotiveerd om te laten zien dat het een jaar was waarin ik het heel moeilijk had. Alleen dat ik ook 7 goede jaren heb gehad en dat ik in mijn 9e jaar gewoon weer de oude Jelle wil laten zien. Ja, je hebt ontzettend veel kritiek gehad, hoef het niet allemaal weer op te gaan rakelen, maar toch, dat heeft jou als mens waarschijnlijk heel veel gedaan. Ja, kritiek is nooit leuk. Hè? Als je zelf erkent dat je niet goed was, dan kun je dat ook wel sneller naast je neerleggen. Alleen natuurlijk doet kritiek doet wat met je en af en toe ging het te ver en ook heel vaak was het terecht. Nou, als je dat zelf weet, en dat weet ik donders goed, ja, dan is dat iets makkelijker. Nogmaals, dat moet nu weer anders. Ik ben op het bod gemotiveerd om te laten zien dat ik ook 7 goede jaren heb gehad bij NAC. Ja, we hebben pas een aantal nieuwe spelers. Er gaat nogal wat gebeuren waarschijnlijk in de samenstelling van de selectie. Heb je daar vertrouwen in dat er een groep komt te staan waarmee je inderdaad weer promotie kan worden afgedwongen? Zeker. De insteek is vanochtend al ingezet dat onze doelstelling promoveren is. En dat is bij heel veel jongens is dat ook leuk om te horen, hè, dat je kampioen moet worden. Ja, laten we nou eerlijk zijn, als wij met z'n allen op de grote markt mogen staan over een jaar, en dat is nog ver weg, dat is wel een hele mooie doelstelling om daarvoor te gaan. Tieke de Wiening gaat waarschijnlijk weg, nieuwe spelers gaan komen, concurrentie voor jou misschien wel. Als je een beetje de geluiden hoort, willen ze ook een nieuwe keeper gaan halen. Concurrentie staat alleen maar goed of maak je je er zorgen over? Nee. Mensen doen er soms heel spastisch over bij mij. Ik vind juist dat concurrentie heel goed is. NAC heeft al wel recht om een andere keeper te halen, dat maakt mij niet uit. Ik heb ook heel vaak intern hier aangegeven dat mijn plaats vorig jaar wel onder de loep mag worden genomen. Dat hebben we ook met z'n allen gedaan. Dus ja, ik doe er zelf niet zo spastisch over. Er is maar één belang en dat is NAC. En dat hoor je heel vaak van verstandige jongens voor de camera. Maar het is ook gewoon echt zo. Ik ben een heel klein onderdeel van deze mooie club. En ik moet gewoon presteren. Dat heb ik vorig jaar helaas niet kunnen doen. Nogmaals, ik ben op het bod gemotiveerd om het nu wel te laten zien. En als er nog een collega keeper bij komt, dan is dat prima. Zo is hier om me heen kijken, het begint al aardig vol te lopen. Ook dat is NAC, hè? Ook al zijn jullie gedegradeerd, de fans die blijven toch wel achter de club staan. Dat is ook wel een mooie eigenschap van deze club. Ja, maar daarom ben ik ook heel graag bij deze club. Deze club leeft. Het is een vals club. Mensen die leven voor voetbal. En ze steunen ons altijd. Dat zie je vandaag. Dat zie je de afgelopen week heb je dat gezien en heb ik dat gemerkt. Dat is het mooiste van NAC.